Yes guys, waarom zeg ik trouwens even in het Engels, maar in ieder geval, yo, goed je kijkt, het is een gloednieuwe video van, het is helemaal geen FIFA of Fortnite of wat dan ook van game, maar dit is weer Geoguessr, ja, en ik wist zelf dat er ook stadionmaps zijn en ik dacht, hé, dat is wel leuk voor op vrijdag een stadionmap, ja, dat je dat ik eigenlijk gewoon geraden. Ik denk, ja, welk stadion dat is. Ik sta dan denk gewoon in het stadion. En dan moet ik daaraan zien te kijken welk stadion het is. En dat is wel, ik denk wel hard. Denk ook wel echt wel pittig. Het zijn ook wel pittige dingen, denk ik. Omdat, ja, je kan niet altijd zien. Sommige stadions lijken op een ander stadion en dan heb je weer die. Maar, wat ook denk is, is waar het ligt. En dat moet je nog eens goed zien te raden, want ja, dat is denk ik best wel lastig. Maar ja, ik ga het gewoon proberen. Ik ga misschien ook wel ja, leuke dingetjes zeggen, dus ja. Alleen, ik heb van mijn dit scherm hiervoor, maar het schijnt nu in mijn bril een beetje. Of nee, dus van mijn laptop het scherm schijnt hier zo in mijn bril. Misschien zien jullie dat. Ik kan er niks aan doen. Maar in ieder geval, ja, ik heb eigenlijk weinig meer te zeggen. Terwijl, in alle dingen, volg zeker gewoon even al mijn socials, zoals Insta, Twitter en Twitch. Want daar gaan wij dus ook FIFA gewoon op doen. Alleen, nog steeds, ja, ik zit dus nu nog steeds met die rifles. Ik vind dat zo jammer dat dat zo is. Ik wil zo graag die Weekend League doen, jongens. Echt, ik wil zo graag echt voor jullie die Weekend League doen. Ik wil gewoon laten zien hoe dat nu is. Dat is ook helemaal veranderd. Maar, wij gaan dus nu naar de video. We gaan dus nu naar de gameplay. We gaan dus nu proberen de stadions te raden. Single player. Oké, dit zijn trouwens, even naar iedereen, dit zijn trouwens Engelse stadions, dus van Engeland. Het is niet een ander ding. Koepel. Ik moet kijken hoe dit heet. Stanley. Ja, dit is dan weer zo één die ik niet weet. Weet jullie deze jongens? Ik weet niet welke het is. Ik denk sowieso ergens hier bij Londen. Hoe is die lucht? Nee, denk ik niet. Ik denk een beetje boven, omdat kijk die lucht, ik denk boven Manchester. Is dit of? Ja, ik weet totaal niet welke stad dit is. Misschien staat er in de plaat. Dit is voor mijn club. Terwijl Arrington Stanley. Alleen, ik weet. Of is het iets Stanley? Maar waar de fuck ligt dat? Waar de fuck ligt dat? Ik denk niet. Daar, ik denk niet onder Londen. Ik denk hier. Oké, ik zit een beetje ver. Het was. Oh, hier
Ik dacht Stanley de plaats was. Maar dat was dus helemaal hier bij Blackburn. Wacht, stond daar niet Black? Iets van Black? Dit herken ik volgens mij. Dit is... Wat is dat dan? Is dat niks? Maar dit is volgens mij... Wow, nu ga ik toch twijfelen. Jolissel United. Alleen dit zijn echt die niet die normale. Ja, ik ga gewoon echt goed kijken hoor. Is dat überhaupt? Ik een beetje welke buurt ik moet zoeken. Maar ja, dan is dat nog vragen waar. Wacht, hier staat er eens op. Misschien zie ik ergens een beetje groen. Denk hier zo. Oeh. Ja, deze was wel kort bij. Dus ik, ja, ik ga het gewoon een beetje opzoeken als ik niet weet welke richting. Anders weet ik het echt helemaal. Deze herken ik dan denk ik wel. Oh nee. Moeten we weten welke ding het is? Welke is het? Barnsley voetbal. Volgens mij heb ik die plek ergens in staan. Volgens mij heb ik die ergens in staan. Waarom moet je omhoog kijken?
Maar had ik die serieus eerst te staan? Ik doe me daar een beetje in de buurt, denk ik, gokken. Waarom allemaal boven? Waarom? Daar hebben we ook expres van die. Ik ga de andere kant uit. Ik wil toch zeggen dat dit... Die zag ik voor mij wel staan. Dat moet niet zo hoog zijn, denk ik, omdat... Maar ik denk het wel, alles is hoog, tot nu toe. En ik ga hiervoor gokken. Nee, what the fuck? Oké, ik zag het al staan, what the fuck? Waarom zijn dit zo lastige stadions, echt? Waarom zijn dit... Deze herken ik me wel. Mij heb ik toch wel eens gezien bij iemand. Dat is volgens mij bij dingen hier.
denk dat ik niet goed zit. Nee, what the fuck? Hoezo? Echt, what the fuck? Echt. Ja, jongens, jullie zagen het. Ik hoopte eigenlijk dat het een beetje de standaard stadions waren. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, we hebben het wel goed geprobeerd, vind ik. Alleen, echt zo jammer dat we gewoon niet goed zaten. Maar ja, het is ook gewoon lastig, hoor. Want heel veel, wat ik al zeg, wat ik net bij de laatste ook zei. Heel veel stadions die lijken op elkaar. Die lijken gewoon op elkaar. En ja, dan heb je dat, ja, heb je gewoon ineens gewoon een verkeerde. Maar ja, ik hoop, misschien kan ik ook een vinden van Nederland. Misschien kan ik die eens proberen. Misschien gaat die makkelijker. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus ik ga even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En daarnaast op dat belletje klikken naast de abonneerknop staat. Zodat je geen video meer hoeft te missen. En dan zeg ik altijd adios.